Maar het is, bedoel, het klinkt zo simpel, maar zo simpel als het klinkt, is het natuurlijk niet. Want er zijn heel veel mensen die hebben geprobeerd om een groot online bedrijf te starten. Maar die maken er niet heel veel succes mee. En die hebben ook geen winstmakers mee. Dat doet Coolblue wel op een of andere manier. En dat doen jullie al heel lang. En ik verbaas me drie keer over dat iedere keer komt er weer een stap bij. Weer een stap bij. Nu zijn het 1000 man extra banen die je gecreëerd hebt. Of het nou 1,2 miljard omzet is. Of dat het naar het buitenland gaan is. Of dat het winkels maken is. Dus daar is gebeurd wel iets wat wel speciaal is. Het viel me net op dat Pieter zei over die Turnster. Ja. Dat een belangrijk punt mazzel was. Heb jij zoiets van dat je heel veel mazzel hebt gehad dan? Ja, denk, kijk, uiteindelijk er is natuurlijk in de samenleving een enorme trend gaande van digitalisering. En dat betekent dat consumentengedrag op dit moment ook duurzaam verandert. En dat herkennen we allemaal. Dat betekent dat we in toenemende mate spulletjes online aan het kopen zijn. En als jij dan toevallig net een webwinkeltje bent begonnen, dan onderneem je wel een beetje met wind mee. Dat is natuurlijk zo. En dat is mazzel hebben. Ja. Maar er komen allerlei dingen op je pad, zoals dan, en daar kom ik toch terecht bij in Rotterdam, waar je dan met John de Mol en Kevin Spacey bijna op één podium staat. Dan ben je ineens John de Mol, Kevin Spacey, Pieter Zwart. Ja, dat is aardig koekoek. Ik denk niet, ja, ik denk niet dat jij met je, op je studentenkamer dit soort dingen voor je had gezien. Nee, natuurlijk, niemand kan in de toekomst kijken. Maar wat je, nou, tenminste, wat wezenlijk is om ergens te komen, moet je gewoon stapjes maken. Kleine stapjes maken. Zelfs het ding waar ik door gefascineerd ben, de maan, weet je, de giant leap of mankind, was uiteindelijk een klein stapje van iemand die dat laatste stapje zet. Uiteindelijk is al het grote is op te delen in allemaal kleine stapjes. En je brengt net alsof het in één keer van die grote klappen zijn. Maar we geloven bij Coolblue helemaal niet in grote klappen. Maar langzaam. Hele kleine stapjes. Maar hoe ga jij om met tegenslagen bijvoorbeeld? En dat is altijd de eeuwige vraag. Ja, ik vind het nooit zo'n hele interessante vraag, weet je dat? En waarom niet? Bestaat het niet? Natuurlijk bestaat het. Nou, ik vind het heel interessant hoe je met tegenslag omgaat. Vertel. Ja, ik vind de fascinatie van de samenleving met tegenslagen zo interessant. Waarom is het nou, dat ze daar veel van leren, denk ik. En dat je dan een volgende stap kunt maken. Dat je dus meer kunt groeien door tegenslagen te hebben. Dat is een beetje het beeld. Ja, dat is de populaire retoriek die erbij hoort, inderdaad. Ja. Maar hoe de vraag je is hoe je leert autorijden. Ja. Leer je autorijden door tegen een boom aan te rijden? Of leer je autorijden door het krijgen van aanwijzingen van iemand die wel weet hoe het moet? Volgens mij niet door tegen een boom aan te rijden. En het begint met dat positieve verhaal van jou natuurlijk. Met dat doel wat je op de lange termijn ziet. En daar ga je alles in. Elke dag een beetje beter te gaan. Dus je hoeft ook niet hele grote stappen te maken. Hoef je ook geen hele grote fouten te maken. Je kunt gewoon elke dag een klein beetje beter worden. Ja. En dat is wat we doen. Vind je het focus op tegenslag te negatief? Het helpt je niet? Volgens mij is het een klein beetje een cultureel fenomeen om dat uit te lichten. Want dat hoort een beetje, want je moet uiteindelijk altijd helemaal rock bottom zijn om uiteindelijk weer te herrijzen als een soort phoenix uit de as. Dat is een beetje de populaire achtergrond waar tegen het altijd geschilderd wordt. Ik geloof er niet, ik zit zo niet in elkaar. Nee.